Hiervoor heb ik de trek- en drukschoor montage set. En de naam zegt het al, hierdoor kan je trek- en drukschoren monteren aan de muur. Dit is dus een tijdelijke constructiebevestiging, wat daarna ook weer losgaat. Maar de trek- en drukschoor moet natuurlijk wel goed en stevig vastzitten aan de muur. En daar zorgt deze set voor. Zoals je zag was het natuurlijk een bekend proces, plug in de muur, trek en drukschoor tegenaan monteren en daarna de bout met de ring erin vastmaken. En dan zit de trek- en drukschoor stevig vast. Dus ben je geïnteresseerd in deze montageset? Klik dan in de link hieronder om meer informatie te vinden op onze website.